Van harte goedemiddag en welkom vanuit de congreshal. Welkom bij het programma Actua, een samenwerking tussen het NII en de Surinaamse televisiestichting, de STVS. Zoals gebruik hebben wij tijdens dit programma enkele gasten die we spreken. We halen wat actuele zaken aan, zodat u op de hoogte bent van wat er gebeurt. Vandaag hebben we als eerste gast Ivan Somerville. Ivan, van harte goedemiddag. Goedemiddag. Fawaka. Rustig, rustig. Ja, ja, hoe gaat het met jou? We doen ons best en natuurlijk voor het betere. Daarvoor zetten we ons alle in. Leeft ook nog de gelegenheid ons geboden om een beetje over het over Radio Boskoppen te praten. En natuurlijk ook hoe wij de informatie, als het dus gaat om COVID-19, aan de mensen brengen. Om het kort gezegd te zeggen. Geweldig. Nu ben je al sinds 6 maart ben je directeur van Stichting Radio Boskoppen. Hoe ervaar je het directeurschap? Want bijna door het toen intussen. En dat is vraag 1. Maar hoe ervaren de mensen die voor jou werken, onder jou werken, waarmee je samenwerkt, hoe ervaren die mensen jou? Het belangrijkste dat je hebt gezegd, samenwerken. Mm-hmm. In eerste gesprekken heb ik natuurlijk aangegeven dat het geen one-man show is. Maar het is natuurlijk dat we als team, Stichting Radio Boskoppen, naar hogere hoogtes moeten brengen. Een plaats die het eigenlijk niet was. Dat het de plaats moet krijgen die het verdient in de mediawereld. Mm-hmm. Stichting Radio Boskoppen was eerder gewoon Radio Boskoppen. Een tak van het ministerie van regionale ontwikkeling. Van daaruit heeft dus minister Edgar Dikan een dagelijks bestuur, stichtingsbestuur geïnstalleerd. Mm-hmm. Daaronder heb je onder andere Erna Afiankoy, mevrouw Shirley Lakin, Roberto Lindveld. Verder heb je dus ook nog Louis Alfaisi en nog één lid die wiens naam even is ontgaan. Mm-hmm. Maar het geeft eigenlijk aan dat ik er niet alleen voor sta. Ik heb het ministerie, ik heb een stichtingsbestuur. En natuurlijk ook het personeel die belast is met de dagelijkse werkzaamheden. Om het luisterend oor te geven wat ze eigenlijk verdienen. Heden ten dagen als het dus gaat om goede radio. Ja, en nu heb jij dus aangehaald. Radio Boskoppen moet de plek verdienen die het ooit in verdiende binnen die mediawereld. Wat is volgens jouw visie die plek die Stichting Radio Boskoppen verdient dan? Het is kort gezegd dat iedereen aan zijn of haar trekken moet komen. Mm. Als je het hebt over een radio die niet los te koppelen is van een ministerie. We hebben wel de gelegenheid gehad om nu onze eigen boontjes te doppen. In de zin van dat er nu wel gesproken mag worden van betaald adverteren. En of bepaalde programma's doen waarbij mensen uitzendtijd kunnen kopen. En zo in het verleden was dat niet het geval. Toch, okay. Maar zoals je dus hebt, een simpele voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld Stichting Radio Omroep Suriname. Je hebt de STVS, die allemaal zijn dus stichtingen. En daar mag je wel betalen voor een advertentie. Ja, en zo. Ja. Maar dat was dus niet het geval bij Stichting Radio Boskoppen. Het was gewoon voorheen Boskoppen. Maar nu daar is dus veranderd is, geeft dus aan dat dit station ook hun kassa mag gaan rinkelen. En daaraan moeten we dus werken als we werkelijk een kassa willen hebben die rinkelt. Te komen met natuurlijk betaalde producties en natuurlijk ook de advertenties die erbij komen. Oké, dus Radio Boskoppen die is commercieel geworden. Ja, is commercieel geworden. En hoe geven jou en je team daar invulling aan? Ik bedoel, benaderen jullie klanten om die kassa daadwerkelijk te laten rinkelen? Hoe doen jullie dat? Er zijn natuurlijk al producties die onder andere geleverd worden. Te beginnen met COVID Boskoppen. Mm-hmm. Ik denk dat het ook bekend bij jou is. Mm-hmm. Dat is de eerste opdracht van Stichting Radio Boskoppen. Stichting Radio Boskoppen, om het zo te zeggen. Dat je dus eigenlijk, de informatie is dus heel belangrijk. En op een of andere manier moet je de informatie in verschillende talen zien te brengen. Dus dat is een van de eerste opdrachten die wij op ons hebben genomen om dat te doen. En daarnaast kan je dus aangeven dat er nu dus een aantal nieuwe programma's zijn in de 6 weken dat ik er zit. Er waren dus ook al een paar programma's, maar die zijn weer uit de uitkast gehaald. Bijvoorbeeld het programma Actua, waar meneer Selwyn Paal mee belast is. Iedere maandag tot en met vrijdag tussen 11 en 12 is er daar een programma Actua. Daarnaast heb je dus ook nog het nieuws, die je dus in de ochtenduren hebt. Je hebt ook nog Srena Tongo. Nieuws is Srena Tongo die gepresenteerd wordt en nog enkele andere programma's die er komen. En natuurlijk, je weet wat mijn achtergrond is, sport. Ja, dus inderdaad. Er komt sowieso ook een sportprogramma daar bij Radio Boskoppen. En elke avond moet ik ook aangeven dat ik daar een personeel heb die wilt. Okay. En als ze niet willen, dan kun je aangeven van, oké, misschien moet je opgaan naar ander personeel. Je kan opgaan naar personeel,
maar personeel om aan te vullen. Niet dat je geen gebruik kan maken van de kwaliteiten die reeds in huis zijn. Daarom is het eerste dat ik heb gezegd dat het een teamwerk is bij Stichting Radio Bioscopen Suriname. Oké, en nu heb je het gehad over COVID-19 en je Chara Nusu alla Boskopu Fasi. Ja, ja. Hoe bereiken jullie al onze binnenlandbewoners? Op welke manier doet Boskopu dat? Oké, de basis werd gelegd met enkele stations, te beginnen met Boskopu zelf. Mm-hmm. Daarnaast heb je dus nog ook STVS 8.2. 8.3 is erbij gekomen, TV Binnenland, die is er natuurlijk ook bijgekomen. Onze overste, Danielle Feira, de vicepresident, Ashwin Adin. Natuurlijk ook het COVID-media-team die getrokken wordt door Danielle Toonaar. Die vonden het van belang dat de informatie eigenlijk overal te horen en of te zien moet zijn. Toch? En is er dus een meeting geweest met verschillende radiostations. Daar heb ik wat andere over. SRS die erbij is gekomen, Radio Pakati die erbij is gekomen, Radio Maife, Radio Thijs. En dan heb je dus ook nog Fima Sting en Radio en TV Koyeba die erbij zijn gekomen. De namen die misschien een beetje onbekend zijn bij jou of misschien een aantal van de kijkers zijn Pakati, Maife Thijs en Fima Sting. Dit zijn de radiostations die eigenlijk tap C zijn. Snap je dus, naar zeggen, dichtbij het binnenland of het binnenland zelf. Mm-hmm. En dat hebben wij dus op een bepaalde manier bedacht. En het werkt natuurlijk ook heel vlot vanaf dag 1. We zijn vorige week maandag gestart om de informatie naar 8 stations te verzenden. En die dus op hun tijd en op hun manier dus de informatie brengen naar de mensen. En dan kan ik gelijk aangeven dat het gaat om de verschillende talen. Omdat je het hebt over de verschillende binnenlandbewoners. Maar natuurlijk ook mensen die in de stad zijn en de informatie tot zich eigen willen maken. Soms is het zo dat niet ieder Nederlands machtig is. Maar om het makkelijk te maken, omdat het heel belangrijke informatie is, dan breng je het in de verschillende talen. Daarom hebben wij dus Sranantongo, we hebben Saramakans, we hebben Oukans, we hebben Wayana. Verder heb je ook nog Trio en het Caraïbs. Dus en met elk kan je aangeven dat we al die informatie die we dus dagelijks samenstellen, in de verschillende talen brengen naar de mensen. En van daaruit, althans vanuit STVS, distribueren wij de audio naar de radiostations en het beeldmateriaal naar de tv-stations. Oké, en hebben jullie voeling gehouden hoe jullie boodschap overkomt bij de binnenlandbewoners? Hebben jullie feedback gehad intussen van de mensen in het binnenland het natuurlijk van we Arka Boskopu en het komt duidelijk over, maar die is minder begrijp of dat minder begrijp. Hoe gebeurt dat? Natuurlijk, de mensen die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor een radiostation, met hun moet je natuurlijk ook contact hebben om te weten hoe het allemaal gaat. En de vraag die natuurlijk ook gesteld werd en of wordt, is natuurlijk van, kijk, ik ga het gewoon algemeen aangeven, want wij zijn meer belast met eigenlijk dat van binnenland, omdat Boskopu een tak is van regionale ontwikkeling. En regionale ontwikkeling is eigenlijk meer contact met het binnenland, om het zo te zeggen. Ja. Maar de vraag die natuurlijk ook reist, is dat van het brengen in het Hindustanisch, of het Javaans en of het Chinees. Maar ik heb ook begrepen dat het COVID-media-team daarmee ook al belast is om eigenlijk die COVID-informatie in meerdere talen te gaan brengen. Ja, ja. Dus al met al kan je zeggen, het wordt goed ontvangen bij de mensen die het in hun eigen taal krijgen. Maar de vraag is natuurlijk om het ook in andere talen te brengen. Precies. En daarvan heeft men ook al huiswerk van gemaakt om een aanvang daarmee te maken. Oké, geweldig. Dat is goed nieuws. En het team bij Radio Boskopu, uit hoeveel mensen bestaat dat, de mensen die daar werken? Ruim 17. 17 mensen, daar heb je dus over administratie, daar heb je dus ook nog over de omroepers en de boden. Stichting Radio Boskopu is, we zijn pas gestart als een stichting en daar heb je dus om verder te gaan je directeur benoemd. Dat is dus pas 6 maart. En bepaalde dingen moet je dus tijd geven, niet alle tijd natuurlijk, want de tijd wacht niet op ons. Precies. Ook de ontwikkeling wacht niet op ons. En de luisteraars willen ook weten van oké, er is nu een stichtingsbestuur, er is nu een directeur, wat zullen de veranderingen zijn? De veranderingen zijn nu al merkbaar, maar er zullen meer veranderingen komen. En het stichtingsbestuur en de directeur hebben dus ook natuurlijk ook een organogram waarbij er dus nog verschillende posten ingevuld moeten worden. Dus daaraan wordt er nu gewerkt om te komen van, dit is het, dit is ons vertrekpunt. Hier gaan we, omdat dit onze visie is, dit onze missie. En uiteindelijk moeten we het groot doel gaan bereiken. Inderdaad, want het is natuurlijk belangrijk dat je alle neuzen hebt in één richting om het gezamenlijk doel te bereiken. Want
Ik denk dat dat zeker een van de pijlers is van leiderschap. Maar heb je de volledige medewerking en heb je bijna alle neuzen al in één richting? Ik heb het in een van mijn vorige gesprekken gezegd. Altijd bij je horen komt een gritty idee. Maar dat moet je oplossen met goed leiderschap, dienend leiderschap. Dus heb je al alle neuzen bijna in één richting? Heb je je missie, visie al samengesteld samen met het stichtingsbestuur? Betrek je daarbij het personeel enzovoort? Te beginnen met het stichtingsbestuur. Die geven hun volle ondersteuning. Het is voor mij ook nieuw om deze taak eigenlijk te vervullen. U kent mij eigenlijk als een veldman, tv, radio, krant, online, ook van actuele zaken, ja. Entertainment en sport. Maar ze hebben iets in mij gezien en minimaal meer defensief. Precies, dat is nog het belangrijkste. Dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. En daarnaast heb je dus ook nog het personeel die natuurlijk het beste voor Stichting Radio Boskoop wil, omdat het gaat om mensen die voor mij daar waren, snap je? En als je eigenlijk in één richting gaat met het ministerie, de stichting, de directeur en het personeel, kan soms voorkomen dat er iets is, maar dat gaat ons niet van ons veldje slaan. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus daarom proberen wij samen te kijken dat iedereen in één richting denkt. En tot nu toe heb ik niets te klagen over mijn personeel. Geweldig. Zo, Boskoop is striving en Abraham Touyari. Dan zijn jullie on top of the media world. Dus dat is ons doel. Het is wat het nu is, maar het gaat niet zo blijven. Snap je? Iedereen wil groeien. Ook een onderneming waarmee je bezig bent, moet een groeiproces doormaken. Zo en daarmee zijn we dus eigenlijk mee bezig om de plaats te geven die het verdient. Omdat, ik zeg het vaak, de plaats te geven die het verdient, het is breed. Mm-hmm. Kijk, als je het hebt over Stichting Radio Boskoop Suriname, dan gaat het niet alleen maar... Men kent het meer van, laat zeggen, in het Sranga Tongo presenteren. Zo kennen we Boskoop. De naam zegt het ook. De naam is eigenlijk boodschap, maar in het Sranga Tongo gepresenteerd. Juist. Toch heb je dus ook aangepaste programma's, radioprogramma's die in het Surinaams gebracht worden. Of Sranga Tongo, zo je wil. Maar dan moeten we natuurlijk ook verder gaan kijken, omdat onze rijkwijde groot is. Toch? En dan heb je dus die oma en die opa die ook in haar en of zijn taal iets zou willen horen. Precies. En dan gaan we dus daaraan moeten werken om ons personeelsbestand een beetje te gaan versterken, zodat ook die mensen aan het trekken kunnen komen bij Boskoop en natuurlijk ook onze voelhorens uitsteken van wat ontbreekt er zoal een beetje. En in die tussentijd zijn er dus tal van programma's gekomen waarbij ik denk van Het begint te lopen. Niet met externe krachten, maar met krachten in huis, omdat het mensen zijn die willen werken. Of course. Ja. En zijn jullie overal in het binnenland te bereiken? Niet overal te bereiken, maar daaraan wordt er natuurlijk ook gewerkt. Als je een grotere rijkwijde hebt, wil dat ook aangeven dat er ook geld vrijgemaakt moet worden. Zo is dat. Snap je? Ja. Met al die processen zijn we dus allemaal bezig. Langzaam maar zeker. Oké, en je hebt dat van het ministerie aangehaald. Je hebt ook aangehaald van, wij kunnen nu ook commercieel gaan, want we kunnen geld innen door middel van betaalde programma's, sponsorships enzovoorts. Ja. Mooie producties. Verwacht je dan nog steeds ondersteuning van het ministerie? Ik verwacht, die afspraak is gemaakt. We hebben de gelegenheid gehad om ons werk te gaan doen, maar ze gaan ons niet loslaten voor de leeuwen. Want uiteindelijk, het personeel moet ook betaald worden, het gaat wel om ambtenaren, dus het ministerie gaat ons niet lossen. Snap je? Dus ze staan er nog steeds. Ze staan er ook nog met subsidie om eigenlijk Boskoop te geven wat ze nodig hebben. Natuurlijk gaan zij niet alles kunnen kofferen. Nee, zo is dat. Maar het gedeelte dat ontbreekt aan de kant van het ministerie gaat onze eigen kas moeten kofferen. Dus daarom moeten we snel aan de slag en ook heel hard gaan werken dat die kassa gaat drinken. Oké, en nu heb je in eerdere antwoorden heb je aangegeven dat je achtergrond onder andere is sport en Misabi voor sport way back. Ja. Hoe gaat Boskoop om met sportproducties? Zijn het jullie eigen producties? Maken jullie gewoon sport bekende, sportuitslagen? Wat voor sportprogramma's heb je? En koffer jij dat allemaal voor de boom? Misabi loopt sport. Eigenlijk kan je niet alles zeggen, maar goed. Kijk, als je met een nieuw product komt, dan ga je natuurlijk het verschil moeten uitmaken. Zodat de mensen ook uitgenodigd worden. Waarom zou ik naar jou moeten luisteren als ik hetzelfde, of althans als sport op dezelfde manier, bij station aangebracht word? Een verschil is natuurlijk dat je met interviews, dat je met coach kan werken, naast dat je dat hebt van de uitslagen. Snap je? En je kan het op verschillende manieren doen. Je kan het live brengen, maar je kan het ook vooraf opnemen. En met een beetje achtergrondmuziek. En ik kies natuurlijk voor
koning voetbal, een beetje samba op de achtergrond. Maakt niet uit als je over motorsport praat, maakt niet uit als je over basketbal praat. Maar dat geeft eigenlijk ook al het verschil. Dus je brengt hem met coach, je brengt de laatste informatie. En je brengt natuurlijk ook wat achtergrondinformatie, wat achtergrondmuziek, om het een beetje aantrekkelijker te maken. En de manier van presenteren moet ook heel uitnodigend zijn. Want ik apprecieer als jij hier staat en ja, des man, hoe look je des man, seppen weg. Maar als je laat zeggen, performance heel goed is, dus dat is al een uitnodiging. Zo is dat. Om er naar te kijken en ook naar te kijken en natuurlijk ook naar te gaan luisteren. Ja. Dus sowieso, er is veel werk aan de winkel als het dus gaat om sport. De meeste mensen geven nu aan van, boy, ja, sport dit doen. Sport dit, hoe normaal doet dit. Maar nadat er bekend werd gemaakt dat er ook al sprake is van COVID in Suriname, is de schaakbond ook al begonnen met online schaken. Snap je? Dus sport ligt niet stil. En vaak heb ik gemerkt dus dat men sport, meteen wat man denkt in sport, denkt hij veel aan een lichamelijk ding. Hè? Nou, er zijn ook denksporten. Dat bedoel ik. En die moeten we vooral highlighten, want ja, als je je brain niet traint, ja, heb je een brain drain. Ja, dat klopt. Ja, toch? Klopt. En ik denk dat mensen zich vooralsnog die shift moeten maken naar laten we een beetje aan denksporten gaan, ook Google van Damschijf, of nou, laten we een beetje gaan schakelen. De man de bezig. Ja, en ik kan ze dat ook niet kwalijk nemen, omdat ja, het is de mens eigen, we're social beings. Dus we willen ook bewegen, we willen in contact zijn met anderen. Maar ik denk dat als je brein begint te trainen door sporten die inderdaad je aan het denken zetten, dat ook helpt in je verdere voorbereiding van een heleboel dingen die je nog moet doen. Ja, kijk. Weet je? Simpele voorbeelden. De meeste sporters die we kennen die aan denksport doen, ze doen het heel goed op school. Sport gaat gecombineerd met school. School gaat gecombineerd met school. Ik geef eigenlijk aan van, als je in staat bent goed na te denken bij de school, ben je natuurlijk ook goed in staat na te denken over soort stommingskoeve. Dus koeve van Dizzy. En bij de school kan je denken van, hoe los ik deze som op? Of welke manier kan ik hanteren zodat ik mijn stof sneller kan onthouden? Snap je? Dus dat zijn verschillende manieren waarbij je van school en sport gaan samen. Ja. En eenmaal een beetje over sport gesproken. Het lijkt meer dat, hoe moet ik het zeggen? Het lijkt meer dat we nu heel veel al bezig zijn met social media. Ik weet niet, als je dus ook op Facebook en dan zie je dus bepaalde filmpjes voorbij gaan. Waarbij je dus in verschillende buurten sportende jongeren hebt, die eigenlijk, laat zeggen voetbaljongeren hebt, die eigenlijk gedreven worden van de verschillende voetbalvelden door de politieagenten. De politieagenten hoeven niet daar te komen als de sporters zichzelf houden aan de voorgeschreven maatregelen om eigenlijk het lichaamscontact te vermijden. Een brief me, even een verdediger, je nou aanval hier dan een bal, maar ik bal. Weet niet hoe, nou een slijding niet op. Zo lees naar de deur, Tiro, kun je hem doen. Hoef je naar bal. Zolang je op die 2 meter afstand blijft. Snap je? Dan wil ik hiermee aangeven, kijk. Laten we dat gedeelte van voetbal even aan de kant laten. Omdat je anders krijgt een VCD even je bal koopt. Precies. Snap je? Alleen een arts die het onderzoek heeft gedaan, kan zeggen van, we moeten deze man even in quarantaine zetten, want hij heeft de verschijnselen ervan. Hoeft niet zo te zijn dat hij het heeft, maar het kan een verdacht geval zijn. Inderdaad. Snap je? Maar je weet het niet als die persoon het heeft. En dan ben ik een beetje gaan neusen als het dus gaat om online sites, van sportsites om het zo te zeggen. En dan heb ik dus gemerkt dat de Serie A verenigingen 4 mei al beginnen met de trainen, aanvang hè? Van hun training. Ja. Maar hoe zullen ze trainen? 2-3 meter afstand. Dus als er een bepaalde manier is dat mensen toch willen sporten, misschien moeten ze dat gedeelte van het lichamelijk duel een beetje aan de kant laten en misschien in de buurt gaan joggen met inachtneming van eigenlijk 2-3 meter afstand voor je eigen veiligheid. Ja, ik denk dat dit alles, dus wat jij zegt, ook de creativiteit gaat triggeren van een heleboel sportscoaches. Ja, ja. Want de sporters moeten in shape blijven. Zeker als we denken aan de sporters die miljoenen dollars verdienen. Ja, 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 ja. You better stay in shape, want you know, je moet betaald worden. En twee, de club derft inkomsten als jij niet speelt en ja, alles stil ligt. Dus je moet wel in een bepaalde shape of vorm blijven. Dus ik denk dat het uitermate belangrijk is dat coaches, teams, de sportwereld, dat ze creatief gaan worden en dingen gaan bedenken hoe mensen wel in shape te houden. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld, ik ging een middagje langs in een woonomgeving Pond en ik zag dat die jongens gewoon aan het joggen waren. Ik zei, hey, ja maar, die man is de boom bezig. Yes. Ze waren eerst aan het opwarmen. En daarna een paar rondjes rennen in plaats van bezig te zijn.
met de voetbal. Dus als de verschillende jongeren in de verschillende buurten dit ook kunnen opnemen, dan gaat het meer om van je bent in beweging, maar laat die bal even. Snap je? Blijf wel in beweging. We gaan niet zeggen van sport niet. Maar je viel in die omgeving twee, drie rondjes alleen maar om je conditie op peil te houden. Misschien ook nog beter te gaan worden. Want inderdaad. Voetbal gaat ook met conditie. Zeker weten. Allemaal één uur, ik ben er. Wissel. Ja. Maar dat hoeft later niet. Als Precies. Je nu in een training blijft van hé, laten we gaan werken aan die conditie. Laat het technisch gedeelte even. Of misschien wil je bezig zijn met het technisch gedeelte, maar voor mij het bodycontact. Net als wat men eigenlijk in Italië Serie A race gaat doen vanaf 4 mei, is dat ze gaan trainen maar op 2 meter afstand van elkaar. Dus sowieso kan ik ervan uitgaan dat er geen duels zullen zijn, maar kan je een oefening van hoe moet je een bal passen of neem maar op, noem maar op. Maar in elk geval, je mag sporten, probeer het op jouw manier, misschien een beetje te gaan joggen in je omgeving. Misschien hoef je niet te voetballen, maar organiseer een streelong in die buurt, bijvoorbeeld straat tegen straat. Want wat je nu dus eigenlijk hebt, is dat mensen eigenlijk buurt tegen buurt spelen. Snap je? Maar we gaan niet zeggen van blijf thuis. We kunnen zeggen bijvoorbeeld, organiseer een streelong bijvoorbeeld, in plaats van voetbal. Dus ik denk meer in de richting van denksport nu, omdat je dus het bodycontact vermijdt. En ik denk nu meer in de vormen van atletiek, omdat je dus daar ook niet echt bodycontact hebt. Of helemaal geen bodycontact hebt. 50 meter of 100 meter. Ja, een stafette of een sprint. Dan heb je toch wel iets gedaan in plaats van voetbal, basketbal, bodycontact. Inderdaad. En als mensen tot slot horen Radio Boskopu, maar noem je ons ook Radio Boskopu op mijn radio, waar, bij welke frequentie vind ik dat? 93.5. Je mag de mensen via de camera oproepen om te luisteren naar 93.5. En je mag ze in het kort, je hebt 20 seconden om ze te vertellen wat Radio Boskopu te bieden heeft. Dan gaan we dit mooie gesprek afsluiten, mijn broeder. Dankjewel. Vanuit deze kant wil ik jullie allemaal nogmaals uitnodigen om te blijven luisteren naar jullie vertrouwde en betrouwbare radiozender. Daar heb ik het over Stichting Radio Boskopu Suriname op de 93.5. Sterk, sterker, het sterkst. Dat is waar we natuurlijk voor gaan. En geloof mij, Stichting Radio Boskopu zal evenals jouw ademhaling onmisbaar zijn. Aboy Tranga. Even als onze ademhaling onmisbaar zijn, daar probeert Ivan Summerfield met Stichting Radio Boskopu. Dat is zijn streven althans. Hij heeft het gehad over samenwerking, we hebben het gehad over sport. We hebben het gehad over het commercieel aspect nu van Radio Boskopu. Al met al een heel leuk gesprek die ik had met Ivan Summerfield, onze eerste gast vandaag in Actua. We gaan naar een korte break en dan zijn we zo straks terug met onze tweede gast bij dit hele mooie programma. Tot zo.